ben hier, ik ben hier samen met Nabil Harjuli. En hij heeft zojuist een snelle partij neergezet. Twee keer acht tellen. Hoe vond je het zelf gaan? Het is niet gegaan volgens plan. Ik heb samen met mijn broers hebben we afgesproken dat we eigenlijk het publieke showtje zouden geven. En dat we hem eigenlijk ook zouden sparen en pas in de derde ronde ineens zouden halen. Maar hij werkte zo erg op mijn zenuwen dat ik het gewoon niet kon laten en hem gewoon in de eerste ronde neer moest halen. Dus ja, eigenlijk had ik hem in de derde ronde neer willen halen, maar het is in de eerste ronde gebeurd. Ik vond jezelf heel scherp vechten. Een van die jongens zei, hij vecht net zijn jager. Hij was aan het jagen. Hij is ook een jager. Hij is een jager. Nabil Tyson Harjuli, 18 jaar, heeft 15 partijen gevochten, waarvan 13 op knockout. Zeer, zeer gedisciplineerd. Hele rustige jongen. En jullie gaan meer horen van deze jongen. Ik hoor een trotse broer. Zeker weten, hij is ook een hele trotse broer. Ik ben ook trots op hem en ook mijn andere broer Hisham. Ja. Dus, is die in beeld? Sta ik in beeld, jongens? Nee, dat is goed zo. We doen het met z'n drieën. Ik heb ook eerder in een interview heb ik aangegeven van ik doe het voor hun. Ik doe het voor mijn moeder, voor mijn vader, voor mijn zusje. En we doen het goed met z'n allen. Ik zag je op het einde staan in de ring van dat je dacht van, oh jammer dat hij niet neer ligt. Zoals ik daarnet aangaf, ik had hem eigenlijk neer willen halen pas in de derde ronde. En het is vervroegd, maar ik was blijer geweest als hij echt op het canvas lag. En 5 minuten neer lag, bij wijze van spreken, maar zo be het. Ook goed. Dankjewel, man. Lekker, man. Jij ook bedankt. Yes. Dat weet je toch? Yes. Go.